Leuk dat jullie weer kijken naar een video van Want to Go Biking. Vandaag gaan we weer een fiets reviewen. Deze gaat over de Trek Domane AL2 Disc. Trek ken je waarschijnlijk wel als merk. Het is een groot sportief merk uit de Verenigde Staten, opgericht in 1975. Ze zijn begonnen met echt sportieve fietsen en doen tegenwoordig ook e-bikes en gewone stadsfietsen. En hybride fietsen. Maar we kennen ze vooral als sportief merk van misschien wel dat je ze kent vanuit de Lance Armstrong tijd, Roberto Contador of het huidige Trek Segafredo. Wat ook erg bijzonder is, is dat garanties. Trek biedt namelijk levenslange garanties op de frames en 2 jaar op de onderdelen. Dus mocht het een keer kapot gaan, kom bij ons langs en wij gaan het in orde maken. Levenslange garantie op de frame. Vandaag dus de Trek Domane AL2. Nou, de Domane is een fiets die gemaakt is voor comfort. De relatief korte reach, dus deze afstand naar het stuur toe, vanaf het zadel, is relatief kort. Waardoor er een comfortabele zitpositie ontstaat. En daarmee kan je evengoed nog Parijs-Roubaix winnen. Bij de dames in elk geval al 2 jaar op rij. Deze AL2 is dus echt gemaakt voor comfort. Dat zien we onder andere ook terug in de breedte van de banden. Dit zijn 32 mm brede banden. Daarmee kan je eigenlijk op elk slecht wegdek, alle terreinen kan je zeker uit de voeten. Maar daarbij zorgt het ook ervoor dat er dus meer demping is tussen het asfalt en de velg. En daarmee dus ook uiteindelijk met de rijder. Je ziet het hier ook staan. 700 keer 32 mm breed. Ook de velgen zijn relatief breed. Waardoor dus die band er mooi in past en je dus een extra demping hebt eigenlijk. Even kijken, deze AL2 is dus gemaakt van aluminium, het hele frame. Alpha 100 aluminium is eigenlijk een schitterend mooi aluminium. Hier staat het ook even vernoemd. Lasnaden zijn keurig weggewerkt, zoals je hier ook dus nauwelijks ziet. Hele fraaie zwarte lak met een soort, deze is dus bijna gouden gele letters. Het volgende wat natuurlijk opvalt buiten het frame is de voorvork. Die is van carbon. Daarin hebben ze een soort carbon gebruikt wat een klein beetje mee kan dempen. Daarin biedt dit carbon dus een extra, eigenlijk comfort in het geheel. Het schakelen doe je met de Shimano Claris versnellingsgroep. Is een prima versnellingsgroep om lekker mee te gaan beginnen met fietsen. Doet gewoon wat het moet doen. Zorg wel dat je het gewoon goed schoon houdt. Dat je netjes met je spullen omgaat. Hier kun je de eerste kilometers zeker problemen mee rijden. En wat daarnaast echt typisch is voor deze fiets, de Domane, is de mogelijkheid voor veel spatborden en nokjes. Je ziet hier de nokjes zitten voor de bagagedrager zelfs. Hierboven kan dat vastgemaakt worden. We hebben aan de voorvork zitten ze ook. Hier beneden. Je ziet eigenlijk dat deze fiets die kan compleet aangekleed worden. Om eigenlijk zelfs als woon-werkverkeerfiets gebruikt te worden. Maar nog voor spatborden en zelfs een bagagedrager kan ook op deze fiets. Dan hebben we hierboven op het stuur van Trek het Blender systeem. Je ziet dat er het logootje van Blender, dat is het rode stickertje.
En tussen de stuur en de stuurpen zie je een kleine ruimte. Daar kan makkelijk een blendersysteem in. En dat betekent dat dus eigenlijk de integratie van je fietscomputer hier compleet netjes en stevig in verwerkt kan worden. Op het fiets zit een comfortabel zadel met een mooie uitsparing, ook van Bondrager zelf. En als laatste wat nog speciaal is om te laten zien, hier zie je de DuoTrap bevestiging zitten. Daar kan je namelijk de DuoTrap in monteren en dat betekent dus de snelheid en de cadanssensor waar Bondrager en Trek altijd mee werken. De schijfremmen zijn trouwens die werken gewoon met een kabel, zoals je ziet. Dus geen hydraulische schijfremmen, maar de oldschool kabels. Voordeel is dat je die relatief makkelijk zelf kan vervangen. Geen gedoe met olie en druk. Ze remmen natuurlijk wel iets minder goed als de hydraulische schijfremmen. Maar ja, voor deze prijs een mooie stevige fiets met met schijfremmen. Dat is toch ook wel uniek. Er wordt vaak gezegd van ja, de Domanes, dit zijn zulke zware fietsen. Dus we gaan hem eventjes wegen. Ik heb hier een weegschaaltje. En dan gaan we het eens eventjes proberen om te kijken wat hij gaat aangeven. Nou, dat vind ik nog meevallen. Dus wil je een mooie fiets om lekker mee te gaan beginnen met fietsen? Stevige fiets die ook de mogelijkheden heeft om bagagedragers en zelfs nog bredere banden, eventueel gravelbanden, gemonteerd te worden. Dan ben je dus met de Domane AL2 aan het juiste adres. Volzijdige fiets, comfortabele fiets, betaalbare fiets. Ik zou zeggen, wat wil je nog meer?